installatie en activatie van SU Podium. Na de aankoop van jouw podiumlicentie ontvang je deze e-mail. In deze e-mail vind je een downloadlink naar de pagina waar je alle recentste downloads vindt. Op deze pagina kies je dan SU Podium en maak je de keuze voor welke versie van SketchUp jouw download dient te dienen. In dit geval 2015 en moet je kiezen tussen Windows of Mac. Je kiest dan voor jouw operating system. Deze file zal dan automatisch gedownload worden. Eens dat de download compleet is, kan je hem uitvoeren of rechtstreeks uit de browser of uit jouw downloadfolder. Je moet dan toestemming geven om de installatie uit te voeren. Je kiest de taal en doorloopt het installatieproces. Wat is wel belangrijk, dat dit wijst naar de juiste versie waarvoor je Podium wil installeren. Het kan zijn dat je nog SketchUp 8 of 2014 of andere versie hebt, hè, maar je wil het gebruiken voor 2015, dan is het ook belangrijk dat we hier wijzen naar de folder waar SketchUp 2015 staat. Podium zal altijd principeel naar de laatst geïnstalleerde versie kijken. Na de installatie van Podium is het ook weer belangrijk dat je eerst SketchUp start met als administrator uitvoeren. Anders zal de licentie niet geactiveerd of onthouden worden en moet je ze elke keer blijven ingeven. Zal je ook weer eerst toestemming moeten geven en dan kan je SketchUp starten. Als SketchUp eenmaal is gestart, moet je normaal deze Podium browser toolbar zien. Als je deze niet ziet, kijk dan eerst naar of dat je dit extensiemenu hebt. Als je dit menu niet vindt, is waarschijnlijk de installatie niet gelukt. Vind je de toolbar niet, ga dan naar View, Toolbars en activeer Podium V2 hier en zal deze toolbar verschijnen. Om de licentie in te voeren, klik je gewoon op Render en krijg je dit scherm te zien. Doe dan Activate New License, kopieer de licentienummer van de e-mail hierin en doe Register. En dan moet de registratie normaal gelukt zijn.